ik als teamleider van de opleiding bedrijfskunde MER van de Hans Hogeschool heb het enorme genoegen om jullie hartelijk welkom te heten bij de start van dit project. En dat project is dat de International Business School van het Kamerling Onders College vanaf deze week samenwerkt met de Hans Hogeschool en het OSG Zevenwolden uit Heerenveen. Om het samenwerkingsverband te vieren waren vandaag alle leerlingen uitgenodigd op de Hans Hogeschool om een aantal workshops en cursussen te volgen. De International Business School is een project waarbij leerlingen uit 4 HAVO hun eigen onderneming opstarten. Waarbij het voor ons het doel is dat leerlingen leren ondernemen en alvast kennis maken met het fenomeen hogeschool. En de Hans heeft er natuurlijk baat bij dat er goed gemotiveerde leerlingen komen die hier uiteindelijk komen studeren. Bert de Spenning is van de Hans Hogeschool en hij is blij dat er een samenwerkingsverband tussen beide scholen gesloten is. Wij zijn een bedrijfskundige opleiding die met name ondernemerschap heel erg belangrijk vindt. We vinden het gewoon mooi om dat uit te dragen naar de regio. We hebben allerlei samenwerkingspartners in de zin van bedrijven, organisaties waar we het een en ander mee doen. Maar we vinden het ook gewoon mooi om de jeugd te interesseren voor ondernemerschap. De 4 HAVO-leerlingen kregen vandaag verschillende workshops aangeboden. Bij een van deze workshops kregen ze bestaande producten in de handen die je eigenlijk nooit ziet en waarbij bedacht moest worden wat het is en waar ze voor zijn. Vrouwtje van den Berg is leerling aan het Kamerling Onders en zij is enthousiast over de samenwerking. Het lijkt me gewoon heel leuk om een voorsprong te hebben op later. Als ik bijvoorbeeld de opleiding ook IBC ga kiezen, dan heb ik al een voorsprong. En als ik later een bedrijf wil of iets in die richting, dan heb ik gewoon al een groot voorsprong. Want wat is je verwachting van deze samenwerking met de Hans Hogeschool? Gewoon veel te leren, een beetje voorbereiden op de toekomst en zo. Gewoon het hele college leven erbij. Wel mooi om te ervaren. Met de International Business School werd vorig jaar begonnen. Leerlingen die hieraan meedoen krijgen 4 dagen regulier les. En op de 5e dag zijn ze volledig bezig met het opstarten van hun eigen onderneming. Het gaat erom dat de leerling ondernemend is, dat hij kan samenwerken en dat hij gewoon voor ons als vakdocent natuurlijk de stof kan toepassen in de praktijk. Ik denk dat ze ontzettend leuke bedrijven gaan beginnen en ik denk eerlijk gezegd ook dat zij in sommige gevallen succesvoller zullen zijn dan menig eerstejaarsgroep van onze eigen opleiding. Dat is in het verleden ook al zo geweest. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Misschien dat ze gewoon creatiever zijn, plus dat je ook kunt zeggen dat niet alles van leeftijd afhangt. Of dat ook echt gaat lukken, zal komend voorjaar blijken als de zelfbedachte en opgerichte ondernemingen gepresenteerd gaan worden.